vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Hallo vriendjes. Hallo lieve Nederlanders, vandaag kom ik aan jullie vertellen, als jullie dat boeiend vinden, waarom ik als een Braziliaan zoveel van Nederland hou. Ja, ik hou van Nederland. Ik vind het echt sowieso een prachtige land. En ik kom hier met 10 redenen waarom ik van Nederland hou. Waarom heb ik gekozen om hier te blijven? En zijn ook de redenen waarom ik nooit terug zou willen naar mijn eigen land. En de allereerste reden is, hier in Nederland, voor jullie zal het misschien stom klinken, want jullie zijn misschien al gewend en jullie kennen misschien niet anders dan wat jullie hier zien, maar ik dus wel. En de eerste redenen waarom ik hier zo aantrekkelijk vind, is ik zie geen honden op straat. Ja, je zou misschien wel denken, natuurlijk zie je geen honden. Maar in Brazilië zie je heel veel honden die geen baasjes hebben. Je ziet heel veel dieren die gewoon zitten lijden op straat met wonden. Weet je wel, je ziet gewoon heel veel. Echt heel veel. En dat zag ik ook in Turkije en ik zag ook in Griekenland. Dus dat is één reden waarom ik zoveel van Nederland hou. Je ziet gewoon niet. Weet je, ik woon hier ook wat, 13 jaar, 12 jaar. En ik heb nog nooit een hond zonder baasje zien lopen en te janken en te dwalen. Nee, dat zie ik niet. En daar hou ik van. Dus punt voor Nederlanders. Echt top, 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 de top. En nummer 2, klinkt ook misschien wel raar, want jullie houden zich wel meestal aan de regels. En hier bij de zebrapad stoppen jullie voor de mensen die daar lopen. En dat vind ik zo mooi. Ja. Word bijna ontroerd daarvan. Maar in andere landen, als je niet oplet, word je gewoon door je flikker heen gereden. Sorry om zo maar te zeggen. En hier in Nederland niet. Ik ben daar niet zo bang voor om te oversteken. Dus voor jullie rijgedrag, echt perfect, top, hou ik daarvan. En nummer 3, waarom ik zoveel van Nederland hou, is dat hier, is dat ik heel mooi vind hoe Nederland zo plat is. Weet je wel? In Brazilië zie je overal gaten, weet je, op straat. Je moet altijd met je auto zo, of je loopt de bussen zo, weet je wel, over de gaten heen. En hier niet. De wegen zijn heel, heel mooi, vind ik persoonlijk. Weet je wel? Je kan gewoon lekker doorrijden en zonder al die gaten te ontwijken. Dus dat vind ik echt top. Echt super van de Nederlanders. Dus nummer 5, denk ik, is het 5 al. Is dat we hier voor onze kinderen, we hebben heel veel opties qua sporten. Ze kunnen hier voetballen en ze kunnen hier, wat ik ook heel belangrijk vind, is zwemmen. Ze krijgen zwemles. Je kan hier heel veel dingen doen. En soms ook voor weinig geld. En dat vind ik echt helemaal top. In Brazilië is bijvoorbeeld alles is heel duur. En daar is voetbal echt de nummer 1. Voetbal nummer 1 topsport in Brazilië. Dus kan je wel gratis doen? Ja, dat kan. Maar als je wat anders wil gaan doen, zoals hockey of baseball of al die dingen, weet je wel. Daar is heel duur. Dus je moet ook echt wel geld voor hebben. En de andere ding is, ik denk nummer 6, is dat hier in Nederland alles loopt gewoon. Ja, dat klinkt raar. Maar bijvoorbeeld rijen in de supermarkten, die zijn nooit te lang. Je hoeft nooit half uur in de rij te staan om iets te gaan betalen, weet je wel. Hier gaat meestal dingen automatisch van je rekening af of je betaalt gewoon online. En in Brazilië, soms moet je gewoon een kind meenemen om in de rij sneller te zijn in de rij, snap je? Dus de rijen hier bij supermarkten, in winkels en in al die dingen vind ik niet groot en dat duurt niet lang en dat loopt allemaal soepel en dat gaat allemaal lekker. Dus top, top Nederlanders, dank jullie wel daarvoor. Echt perfect, perfect. Wat ik ook zo mooi vind aan het land is
de, hoe noem je dat? De kunst gevonden wordt. De kunst. Jullie zijn, jullie hebben heel veel kunstwerken. En dat zie je ook terug bij je gebouwen. Heel mooie gebouwen. En de huizen zijn allemaal zo precies. En allemaal zo netjes en zo mooi. Je hebt niet van die... die is blauw, die is groen, die is allemaal door elkaar heen. Sommige Nederlandse meesters die ik vind... vind dat juist heel saai dat het huizen zo zijn. Ik vind het persoonlijk mooi. En sommige gebouwen, bijvoorbeeld in Rotterdam, vind ik echt prachtig. Ik vind in Den Haag ook heel mooi. Dus Nederlanders, ik hou van jullie kunst. Van Van Gogh, Frans Hals, Vermeer. Perfect, ideaal. I love it. En de negende ding is, ik vind echt ideaal het, gewoon het idee dat jij uit de kraan water kan drinken. Ja. Want daar in Brazilië, of je hebt weinig water, of het water komt niet aan. En je moet heel veel betalen voor een beetje water, om te koken, om te douchen, om te drinken. En het is echt een ellende, vooral waar ik vandaan kom. Ik kom uit het noorden. Noorden, ja. En daar is soms chaotisch met water. En sommige mensen zitten echt dagen zonder water. Die moeten echt vechten voor water. En hier natuurlijk, we leven onder water. Nederland zit natuurlijk boven, onder de waterspiegel. Ja, dat wou ik zeggen. Maar toch het idee dat ik hier gewoon geen zorgen hoef te maken voor water. Apart hè, maar toch. Toch vind ik dat echt prachtig. Wat doe je? Oh, verschillende stukken. Hm? Eeuw. Eeuw. En wat ik hier zo mooi vind aan jullie Nederlanders is, hier, hoe moet ik het uitleggen? Ik moet even de juiste woorden zoeken. Om niet natuurlijk verkeerd begrepen te worden. Ik vind dat jullie de culturen toch wel vrij snel accepteren. En natuurlijk, ik zie hier en daar een beetje... issue met de Duitsers en de Turken en de Marokkanen en zo. Maar toch vind ik wel dat jullie vrij multicultureel zijn. Je ziet overal mensen aan het werk en je ziet overal wel dingen voor de buitenlanders. Leef, doe niet zo vies voor de buitenlanders. En natuurlijk, ik als een buitenlander zijde vind ik dat natuurlijk helemaal geweldig. Want hier in Nederland kan ik gewoon werken. Ik ben gewoon geaccepteerd door mijn omgeving. En ik was daar heel bang voor. En nu zie ik dat ik daar geen reden voor had. Dus in ieder geval voor dat. Echt toppie toppie Nederlanders. Jullie zijn echt toppie van de toppies. En ik hou ervan. Ik hou van dit land. En ik hou van het idee dat elke keer. Bijvoorbeeld als het zomer is dan voel je het. Als het winter is dan voel je het ook. De vier dingen van het jaar, weet je wel wat ik bedoel? Dat allemaal zo mooi komt, snap je? Snap je wat ik bedoel? Ja, hè? Dus ik hoop dat jullie dit filmpje leuk gevonden hebben. En dat is meer voor mijn Braziliaans kanaal. Mijn Portugees kanaal, Braziliaans, whatever. Ik vond het leuk om deze ook in het Nederlands te doen. Ik weet het, mijn Nederlands is niet geweldig, is niet perfect. Maar we leren elke dag een beetje meer. En ik vind dat ik best wel goed doe. Of niet? Als je mijn Nederlands niet zo goed vond, wil je het alsjeblieft even opschrijven waar ik het beter kan worden. En bedankt voor het kijken. En tot ziens!